Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik moet naar school toe. Over 20 minuutjes komt Rome ophalen. Ik moet vandaag van 9 tot 12 naar school. Ik had gisteravond bij mijn moeder geslapen, maar ik was helemaal vergeten om mijn schoolspullen mee te nemen. Dus ik ben eventjes naar mijn vaders huis toe gereden om hier eventjes klaar te maken. Ik heb gewoon heel simpel deze zwarte trui van Colorful Rebel en een zwarte flarebroek. Want we hebben vandaag ook praktijk, maar we moesten ook onze bikini meenemen. Omdat we vandaag wellnessles hebben. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan doen. Ik heb namelijk echt geen zin om haar mam te gaan oefenen of zo. Of te moeten gaan liggen. Maar het is ook even een hele makkelijke knot. Want gisteren moest ik werken. En vanaf moet ik weer werken. Dus heb ik geen zin om er vandaag wat moois van te maken. Als het vanavond toch weer nat wordt door het zwemles geven. Ik ga denk ik eventjes ontbijten. Want ik dacht eigenlijk dat ik daar geen tijd meer voor zou hebben. Maar ik heb nog 20 minuten. Dus ik ga lekker ontbijten. Even Reinders vlogje kijken. Ik weet niet. Gisteravond heb ik echt heel de avond alleen maar Reinders vlog zitten kijken. Wat een beetje heel leuk of zo. Geen idee. En dan moet ik straks lekker naar school. En als ik thuis kom ga ik eventjes mijn vlog uploaden. Zo, goedemorgen. En dan van 4:30 tot 6:30 werken. Mijn werktijd is eigenlijk pas nu tot 7:30 in plaats van 7:30. En dan daarna ga ik gezellig lekker bij Milan slapen. Of hij moet hier slapen. Nog even kijken wat de planning wordt. Dus dat is heel erg gezellig. Ik ben thuis van school. Ik ben even mijn vlog aan het uploaden. Die heb ik al helemaal gewerkt gisteravond. Dus die ga ik nu even uploaden. En dan kan ik hem straks op YouTube zetten. En ik ga lekker even lunch maken. Dat is nu 1:15. Ik denk dat ik even lekker een eitje ga koken of bakken. Ik denk koken. En dan lekker op een racetafel hier ga doen. Want ik moet vanavond van 4:30 tot 6:30 werken. Dus dan wil ik daarvoor wel even wat meer gegeten hebben, anders krijg ik echt enorme trek. En echt super, super vervelend. Ik wilde dus niet op Instagram kijken in de stories en alles, omdat ik niet wilde weten wie er had gewonnen met Love Island. Want ik heb het gisteravond nog niet gekeken, maar Milan en ik zouden vanavond samen kijken. Dus ik dacht, weet je, ik ga geen stories kijken, mensen gaan het daar sowieso inzetten. Had Girls Sense of zoiets, had er een post over geplaatst. Dus nu weet ik al wie er gewonnen hebt. Ik ga het niet in de vlog zeggen voor als je het nog niet wil weten. Maar dat vond ik ook wel helemaal ruk. Denk ik, ja, hou even lekker je snavel dicht. Niet iedereen weet nog weer gewonnen, maar goed. Hè? Remy alleen op de wereld waarschijnlijk. Okay. Dit was een klaaguurtje met Fleur. Ik ga even wat eten maken. En lekker smikkelen. In plaats van een rijstwafel met een gekookt eitje heb ik twee bolletjes gemaakt met lekker scrambled eggje. Daar had ik net eventjes iets meer zin in. In mijn vorige weekvlog kon je trouwens zien dat ik met Rosa uiteindelijk naar de Reinders Sample Sale was geweest. Dat ik toen deze badslippertjes gekocht. Maar ze hadden geen maat 36 meer, dat is normaal mijn maat. Dus ik had een 37 meegenomen, maar die zijn echt veel en veel te groot. Dus binnenkort staan Rosa en ik op een closet sale samen. 17 november in Delft, dus daar ga ik deze dan verkopen. Dus mocht je nou interesse hebben en in Delft wonen, dan weet je mij en deze slippers te vinden. Ik ga deze week ook even de rest van mijn kast uitzoeken. Om te kijken wat ik allemaal mee ga nemen naar die closet sale. Want hier staan wel al een paar zakken en een verhuisdoos wat allemaal mee kan. Of nou ja, ik ga eventjes de leuke dingen uitzoeken. Want er is daar niet heel veel plek. Dus ik ga alle leuke dingen meenemen. Of zeg maar even een selectie maken van wat gaat op United Wardrobe. En wat ga ik daar mee naartoe nemen. Dus dat ga ik ook even doen. En dan ga ik ook heel deze kamer helemaal opruimen. En ik wil eigenlijk ook even nieuwe kussentjes voor op mijn bed. Want ik vind die lichtroze kussentjes niet heel mooi staan met de kleur van mijn muur nu. Dus daar ga ik ook eventjes voor kijken. Ik ga natuurlijk heel mijn kamer opruimen. En echt heel erg veel troep wegdoen denk ik ook. Want dit kan echt niet meer. En mijn badpak is dus nog nat. En die moet ik nu eigenlijk aan het werk. Wat ik nu heb gedaan is gewoon een normale bikini aangedaan. En neem ik gewoon een t-shirt mee om eroverheen aan te trekken. Want ja, je mag er natuurlijk niet in je push-up bikinietje staan. Dus dan ga ik dat maar gewoon doen. Want ik ga echt geen koude natte bikini aantrekken. Ik vertik het gewoon. Ik ga het gewoon niet doen. Doei. Het is dinsdag. Ik zit in de spa te wachten totdat onze les begint. Of althans, ik zit hier in onze mooie kantine. Daar is ons praktijklokaal. En een andere zaal is ons theorielokaal. En dan heb ik eerst vandaag theorie en praktijk. En dan aan het eind van de dag stage in de spa. Het is nu 10:50. Onze theorieles volgens mij begint om 10:30. Maar ik sliep bij Miel en dat is nog best wel een stukje hier naartoe. En ik moest nog tanken. Ik moest nog boodschappen doen. Ik heb eventjes als ontbijt dit gehaald. Zo'n smoothie. En in ons kluisje hebben Ron en ik nog crackers liggen. Dus ik heb even crackers gepakt. En als lunch heb ik deze in het groen. En een Caesar salad. Dus ik ga eventjes wachten totdat de rest er is. Totdat onze les begint. We hebben van 10:30 tot 1 volgens mij theorie en praktijk. En dan daarna van 2:30 tot 6 hebben we spa.
stage in de spuit. Dus op zich is de dag best wel oké. Ik ben eindelijk vrij van school. Het is 7:30. Ik ben echt net thuis. Er is een pakketje ook van Naked binnengekomen. Daar mocht ik weer wat dingetjes uitzoeken. En ik heb een kortingscode met 20% voor jullie. Die zal ik eventjes in de beschrijving zetten. En ik zal morgen eventjes de items laten zien. Want het is gewoon donker buiten. En ik heb wel een ringlamp, maar mijn hoofd ziet er ook niet uit. Ik wil het gewoon eventjes goed aan je laten zien. Dus dat zal ik morgen wel doen. Mijn hoofd ziet er ook niet meer zo uit zoals het er vanmorgen uitzag. Maar we hadden acne les vandaag. En ik moest model liggen voor Ro. Dus heel mijn hoofd was echt belabberd. Hieronder heb ik mijn praktijkjasje nog zitten. Omdat ik het zo koud vond op de scooter. Dacht ik hou gewoon het jasje lekker aan. En voor nu ga ik lekker mijn pyjama aantrekken. Even afwachten of mijn vader thuis eet. Want hij heeft nog niks laten weten van zich. En anders ga ik denk ik iets van pasta koken of zo. En Milan komt vanavond hier slapen. Dus dat is heel gezellig. Voor de rest was vandaag niet een hele boeiende dag. Ik heb ook niet heel erg veel kunnen filmen. Morgen wel weer nog meer. Morgen heb ik ook een Nederlands examen op school. Dus daar ga ik zo meteen ook eventjes naar kijken. En ik ga denk ik morgen uit school eventjes zilvershampoo bij mijn moeder halen. Want mijn zilvershampoo staat bij haar. En ik wil er eventjes mee wassen. In de hoop dat het wat minder oranje wordt. Want vanmorgen keek ik hier naar en leek het wel een beetje oranje. En ik zit heel erg te twijfelen om mijn haar weer donkerblond te verven. Gewoon naar mijn eigen kleur. Want ik weet niet of je het kan zien. Maar ja, ik weet niet. Vanmorgen keek ik in de spiegel. En ik was er gewoon echt niet blij mee als ik in de spiegel kijk. En het leek soms een beetje oranje en zo. Dus ja, daar zit ik nu een beetje over te twijfelen. Die ringlamp mag wel ietsjes minder vuil, jezus. Dus daar zit ik nu een beetje over na te denken. Maar aan de andere kant, als ik het donkerblond ga verven, het zal nooit mijn eigen kleur blond worden. Dus ik krijg daar ook weer een uitgroei van. Dus of ik ga gewoon echt heel erg goed mijn haar verzorgen nu. Het gewoon laten groeien zodat het snel groeit. En dat bovenop weer mijn eigen kleur wordt. Dat het effect wordt wat ik wilde, zeg maar. En ik wil eigenlijk ook weer even die Sugar Hairbrush kopen. Want ik heb die dus vorig jaar 2 maanden geslikt. Maar ja, 2 maanden is niet genoeg. Ik moet dat 6 maanden slikken. Dus eigenlijk was dat een beetje zonde. Maar eerst dacht ik ook misschien leuk voor een aparte video. Maar volgens mij gaat Stijn er een aparte video over maken. Dus dan moeten jullie maar lekker die van haar kijken. Maar we hebben die op stage. Dus ik denk dat ik die van de week op stage eventjes ga kopen. Maar nu ga ik eventjes kijken wat mijn vader gaat doen met eten. En anders ga ik even zelf eten maken. Pyjama aantrekken. En niks meer doen deze haarverzorging. Goed zo. Naast de heatoil staan ook de vele hoogwaardige geconcentreerde ampullen. Die zorgen voor wonderbaarlijke resultaten. En dan staat er nog Ask for More. Maar dat weet ik echt niet meer. Ro en ik moeten een elevator pitch opnemen. Dat gaan we nu doen in deze elevator. Waarom hebben wij als bedrijf Safarem voor Babor gekozen? Babor is professionele schoonheids... Kijk, dit klopt ook niet. Babor is een professionele schoonheidsspecialistenmerk. Met duidelijke behandeling. Oké, het klopt wel goed. Het is vandaag donderdag. Ik ben vandaag lekker vrij van school. Gisteren heb ik niet heel erg veel gefilmd. Sorry, ook voor mijn hoofd. Maar ik ga vandaag heel mijn kamer opruimen. Oh my god, het ziet er echt niet uit. Waarom kan ik nooit een normale knop maken in mijn haar? Maar oké. Gisteren was een beetje chaotisch. Ik had alleen een heel klein stukje met mijn telefoon volgens mij op school gefilmd. En uit school is mijn vader me komen halen. En toen zijn we doorgereden naar de IKEA. En toen heb ik eindelijk mijn nieuwe kledingkast gekocht. Hij staat ook. Gisteren hebben mijn vader en Milan hem in elkaar gezet. Echt super lief. En ik wilde gisteren eigenlijk ook het Alex ladekastje van de IKEA kopen. Alleen die hadden ze niet op voorraad. Dus dat is een beetje jammer. Want die wilde ik eigenlijk vandaag in elkaar gaan zetten. Zodat het gewoon helemaal klaar was. Maar die hebben ze nog niet. Dus daar moet ik nog eventjes op wachten. Maar vandaag ga ik heel mijn kamer opruimen. Ik ga al mijn kleding uit die grijze kast ga ik in mijn kledingkast doen. Maar dat ga ik niet filmen voor in mijn vlog. Maar voor in die aparte room makeover video. En ik hoop echt dat die binnen nu en een paar weken online kan. Want ik heb al die beelden heb ik echt al volgens mij een maand of zo op mijn camera staan. Dus dat is wat ik vandaag ga doen. Ik ga vandaag ook werken aan mijn ondernemingsplan. Want met kerst is de eerste deadline. En ik loop een beetje achter. Dus dat ga ik vandaag ook proberen te doen. En ik moet eventjes wat pakketjes naar de Primera brengen. Dus ja, dat is op zich wel een druk dagje denk ik dat het gaat worden. Maar wel heel erg leuk. Vanavond ga ik ook eventjes lekker sporten met Milan. Daar heb ik wel heel erg veel zin in. Oh ja. En ik ga eventjes mijn Naked pakketje aan jullie laten zien. Wacht, die ga ik even erbij pakken. Ik heb er 5 superleuke dingetjes bij Naked mogen uitzoeken. Je krijgt altijd zeg maar een linkje van Naked waar je bij je kan kiezen. En er stonden nu echt superleuke dingen tussen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik hoop ook dat ik van alles de goede maat heb gekozen. Want dat vind ik bij Naked soms wel een beetje lastig. Met de maat. Want soms valt het gewoon op maat. Maar soms valt het weer heel erg groot. Dus dan moet ik een maat kleiner bestellen. Dus meestal bestel ik een maat kleiner. Maar soms, als ik dan naar het model kijk, denk ik van, je bent ook niet zo groot. Dus dan, snap je?
Dus ik hoop dat alles gaat passen. Ook heb ik een kortingscode voor jullie met 20%. Dus die zal ik in de beschrijving zetten. En ik dacht, ik ga nu gewoon lekker alles laten zien. Want dan kan ik het zo meteen gelijk in mijn kast hangen ook. Er zijn echt twee dingen waar ik super excited over ben. Dus daar ga ik ook eventjes mee beginnen. Als allereerst een spijkerbloesje. Maar niet zomaar een spijkerbloesje. Want hij heeft van die hele leuke pofmouwtjes. Oh my god. Dit vind ik heel leuk. Op de foto zag hij er wel iets... Nou, misschien als je hem aan hebt. Kijk. Het is gewoon een heel simpel spijkerbloesje. En best wel... een mooi kleurtje vind ik ook. En dan met van die pofmouwtjes. Ik heb deze dus in een XS besteld. Omdat een model was 1,65. En had ook een XS aan. En ik dacht, ik ben 1,60. Dus dan wordt een XXS misschien te klein. Maar ik denk dat ik daar wel goed aan heb gedaan om een XS te bestellen. Misschien is die een beetje groot. Maar met dit vind ik dat op zich wel leuk. Gewoon met een leuk leerbroekje of een leerrokje of zo. Kan dit wel heel erg leuk zijn, denk ik. Dus die heb ik als eerst uitgekozen. En ik zal ook alle linkjes in de beschrijving zetten. Dan nog iets van spijker. Het is namelijk een heel broekpak. En deze heb ik dan wel weer in een 32. En zo te zien mag ik daar ook blij om zijn dat ik dat heb gedaan. Maar het is dus een heel broekpak. Ik weet niet of je het goed op de camera kunt zien. Maar het is een beetje een mom jeans volgens mij. En dan gewoon met zo'n hele leuke bovenkant. Kijk nou. Als ik deze week tijd heb om aanbeelden erin te plaatsen, zou ik dat ook nog wel eventjes doen. Hoe leuk. Echt love it. Dus die. Dan heb ik hier een topje ook in een maatje 32. En ik dacht, dit is wel heel erg leuk voor het uitgaan. Want ik zat dus een beetje in mijn kast te kijken. En ik heb niet echt meer leuke uitgaande dingetjes. Alleen dingen die ik al heel vaak heb gedragen. En toen zag ik dit hele leuke blouseje. Het is zo'n see-through blouseje met beide mouwtjes. Of verschillende plekjes elastiek, zodat hij een beetje poft. Een mooi V-hoosje en hij valt ietsjes korter. Dus met een hoge mom jeans is het wel heel erg gaaf, denk ik. En hier kan je gewoon zo'n mooie zwarte kanten bralet onder doen. En deze heb ik ook in een maatje 32. En als laatste nog twee truien, twee beige. Nou, de een is iets meer crème en de ander is iets meer wittig. En die heb ik, even kijken, deze heb ik in een maatje XS. Of een XXS bedoel ik, sorry. En dat is deze mooie trui. Het is gewoon een hele simpele trui. Maar bij de armen is die iets boller, zoals je kunt zien. Een beetje van die ballonmouwtjes. En de achterkant van de mouwen is op een iets andere manier gehaakt dan de voorkant. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar iets grover gehaakt. Dus dat vind ik ook wel heel erg leuk. En deze heb ik, zoals ik al zei, in een XXS. Dus die ga ik ook strakjes gelijk mooi neerleggen in mijn nieuwe kast. En dan als laatste nog een trui, ook in een XXS. En ik vind deze kleurtjes gewoon echt super mooi. Dus je vindt er allemaal van die beetje rustige, zachte kleurtjes of zo. Ik weet niet. I like it a lot. En dat is deze. In principe bijna dezelfde trui. Alleen deze is iets dunner voet die aan. Die andere voet iets dikker. En die is iets dichter op elkaar gebreid. Deze is wat losser gebreid. En bij de mouwen heeft hij zo'n kabelfiguurtje erin zitten. Dus die. En ook hiervan zal ik weer de linkjes in de beschrijving zetten. Ik wil echt super graag naar de zonnebank ook. Alleen... afgelopen dinsdag was dat. Ja, dinsdag hebben we tijdens de les een fruitzuurpeeling op elkaar geoefend. En dan mag je dus even een paar dagen niet naar de zonnebank. Dus ik denk dat ik maandag of zo pas naar de zonnebank kan. Maar oké, en ik heb ook een No Yellow shampoo besteld. Op mijn laatste weekvlog kreeg ik echt super veel lieve tips over geel haar en zo. En ik heb wel een zilver shampoo gebruikt. En ik gebruik die van Elvive, staat bij mijn moeder. Alleen daar wordt je haar best wel snel grijzig van. En ik wil geen grijzig haar. Oh my god, mijn camera is leeg en ik moet zo meteen gaan filmen. Fuck my life, maar oké. Maar ik heb nu dus die van Vanola besteld, de shampoo. Jullie had gezegd, je kan beter masker doen. Maar ik heb per ongeluk de shampoo besteld. Dus ik ga eerst kijken of de shampoo werkt. Anders kan ik altijd nog een masker kopen. Maar Ro en de meisje uit mijn klas gebruikt altijd die van Vanola. En zij zei dat het heel erg fijn was, dus ik heb die besteld. En als dat niks voor mij is, ga ik die van Fudge bestellen. En ik heb met mezelf deze maand een soort challenge dat ik heel de maand geen kleding mag kopen. Dus wel net zoals Naked, zeg maar, pakketjes ontvangen. Dat mag wel. Maar ik mag zelf geen kleding kopen. En tot nu toe gaat het heel goed. Ik heb sinds de Reinder Sample Sale was dan op 1 november. Maar ik heb deze challenge pas 2 november bedacht. Dus vanaf 2 november heb ik al niks gekocht. Het is vandaag 7 november. Ik vind het heel knap. Normaal had ik al 4 pakketjes gekocht of zo. Maar het is echt alleen kleding. Dus bijvoorbeeld tanken en shampoo en zo. Dat allemaal niet mee. Het gaat echt om kleding. Omdat ik heb gewoon zo bizar veel kleding. En 17 november gaan Roos en ik op een closet sale staan. Dus daar wil ik ook even heel veel kleding gaan verkopen. Als dat lukt. Informatie daarvan zal ik in de beschrijving zetten. Of morgen eventjes vertellen. Want als het goed is krijgen wij vandaag ook wat meer informatie erover. Over hoe de closet sale gaat verlopen. Voor nu ga ik mijn camera aan de oplader doen.
en de rest van de room makeover filmen. Dus. Oké, ik ben dus mijn kamer aan het opruimen. Dit is een stapel die ik allemaal ga houden. Deze bak met bikinis moet ik nog eventjes uitzoeken. Maar er gaat waarschijnlijk ook nog heel veel uit. En dit is een stapel dat ik allemaal ga verkopen op de closet sale. Ik heb hier nog een verhuisdoos staan. Er zitten allemaal dingen in voor de closet sale. En nog een vuilniszak. Dat ga ik nu allemaal eventjes in een vuilniszak stoppen. Zodat alles gewoon even bij elkaar zit. Dus twijfel je nou of het de moeite waard is om te komen? Ik zeg kom lekker. Even kijken. Ik ga deze body verkopen in het geel. Die heb ik ook in het blauw. Ik heb allemaal truien die ik verkopen ga. Ik heb een pantalon van de Only. Nog een trui. Een satijnen kimono. Ook nog heel veel dingen met kaartjes eraan. Bijvoorbeeld dit tuniekje van de Zara. Even kijken hoor. Superleuk tuniekje van de Zara. Deze jas van Naked ga ik verkopen. Voor een heel klein prijsje. Even kijken. Allemaal t-shirtjes. Blousjes. Allemaal leuke dingetjes. Dus ik zou zeggen, kom lekker 17 november naar de closet sale. Want er is echt oprecht genoeg. Want ik sta samen met Rosa bij een kraampje. Rosa heeft volgens mij ook zoveel als dat ik heb. En ik heb nog een doos. En allemaal tassen. Dus ik heb eventjes die vuilnis ook leeggegooid. Want bijvoorbeeld deze trui van H&M ga ik ook verkopen. Deze kleur van Chiquel. Een leuke crop top van Chiquel. Dit jasje van Vlot zou ook verkocht worden. Hier nog een superleuk jasje. Dus er is echt oprecht genoeg. Ondertussen is het alweer 4:45. Ik heb even lekker gedoucht. Dit shirtje aangedaan van Come Get Fashion. En deze sportlegging van Nike. Want ik ga zo meteen even sporten met Miu. Maar eerst komt hij me zo halen en gaan we even naar de stad. Want hij wil een nieuwe winterjas. Dus die gaat hij eventjes passen. Dus ga ik met hem mee. Hij moet werken tot 5:30. Dan komt hij me daarna ophalen. Ik ga eventjes wat make-up op mijn gezicht doen. Want ja, dat is op zich wel nodig. Ik ga denk ik ook deze week even mijn wenkbrauw verven weer. Want dat mag ook wel weer gebeuren. Mijn kamer is nog lang niet af. Er staat ook nog een kast die daar niet hoort. Maar die is wel helemaal leeg. Deze kast twijfel ik ook nog een beetje over. Hier staat een doos met alle kleding die ik ga verkopen op de closet sale. Ik weet nog niet of ik alles mee ga nemen, maar het meeste wel. Deze zijn voor Lisa, het vriendje van mijn neefje. En ik had deze natuurlijk gekocht bij Reinders, maar die pas ik niet. En ik zou ze eigenlijk eerst bij de closet sale verkopen. Maar Sophia, een meisje uit mijn klas, die wil ze hebben. Dus ik ga ze lekker aan haar geven. En dit is dus wat ik allemaal ga verkopen in deze twee dozen. Ik moet alleen nog eventjes kijken of ik echt daadwerkelijk alles ga meenemen. Want het is maar een rekje voor eigenlijk 30 tot 35 items. En Rosa en ik staan er met z'n tweeën. Dus wij dachten, nou, we nemen gewoon nog een extra doos mee. Dat als wat dingen weg zijn, hangen we er weer nieuwe dingen tussen. Ik heb wat meer informatie. Het is zondag 17 november van 10 tot 5. Dus best wel een lange dag. In Delft. Ik zal de rest van de informatie wel eventjes in de beschrijving zetten. Dat jullie eventjes rustig alles kunnen lezen als jullie willen komen. Dus ja, ik ga eventjes wat make-up op mijn giegel doen. Even een stukje. Ik weet ook helemaal niet wat het laatste is wat ik voor deze video gefilmd heb. Want ik heb ook tussendoor voor die room makeover video gefilmd. En ik heb trouwens ook mijn bed nu hier zo gezet. Ik weet niet of ik het leuker vind. Ja, dit moet allemaal nog opgeruimd worden. Die stoel gaat weg. Hier staat een krukje die gaat weg. Er gaat gewoon heel veel weg. Maar hij staat nu zo mijn bed. Ik vind het wel leuker omdat dat kastje dan niet voor die roze muur staat. Want dat vind ik niet zo mooi. En zo vind ik het op zich wel kunnen. Maar ik moet gewoon nog even kijken. Maar goed, ik ga eventjes mijn make-up doen. En dan zo wachten op Miu en met hem naar de stad. Het is vrijdagavond. Ik heb vandaag heel de dag stage gelopen van 9 tot 6. En morgen moet ik over stage lopen van 9:30 tot 6. Maar dat is in de spa. En ik zie dat mijn camera ligt. Ik heb hem gisteren dus niet goed opgeladen. Top, fijn. Maar ik wilde dit eventjes laten zien. Ik had een shampoo en een masker besteld voor mijn haar. De No Yellow van Vanola. Iedereen zei dat die best wel goed werkte. Dus ik heb die gekocht. Dit is de shampoo. En als het goed is komt het masker morgen binnen. Daar ga ik mijn haar straks even mee wassen. Maar Keer heb net of ik mee ga naar een ijshockeywedstrijd. Ik heb helemaal niks met ijshockey. Maar ik heb wel zin om wat te doen. Dus ik denk dat ik wel gewoon ga. Kijk hoe geel mijn haar is. BTW. Ik lijk echt. Ik kreeg vandaag de opmerking op stage dat ik op een pol lijk. Naar mijn haar. En daar ben ik het op zich redelijk mee eens. Dus ik ga vanavond even mijn haar wassen met die shampoo. Ik wil van de week ook eventjes naar de zonnebank. Misschien dat dat ook een beetje helpt. Want ik ben echt zo lijkbleek als maar zijn kan. Maar goed verhaal. Ik wilde ook even een maskertje op mijn gezicht gaan doen. Maar ik ga dus waarschijnlijk naar de ijshockey.
Dus dat ga ik nu eventjes kijken. Ik heb ook nog niet gegeten. Er is ook echt niks te vreten in dit huis. Dus eigenlijk moet ik ook eventjes naar de Albert Heijn lopen om eten te halen. Maar als ik naar ijshockey ga, weet ik niet hoe laat het is. Dus ja, ik weet nog niet echt wat de planning gaat zijn voor deze avond. Ik heb eigenlijk ook nergens zin in. Ik wil eigenlijk gewoon lekker in bed liggen. Maar ik heb ook wel weer zin om een keer gewoon even te zien. Dus ja, ik weet het niet. Maar ik ga sowieso eventjes mijn camera aan de oplader doen. Ik heb eventjes mijn avondeten gehaald bij de Albert Heijn. Echt totaal niet gezond of zo. Maar ja, ik had er gewoon zoveel zin in. Maar ik had echt geen zin om het zelf te maken. Dus ik heb gewoon van die naturele kant-en-klare pannenkoek gehaald. Maar wat ik nou altijd doe is een beetje boter in de pan. En dan die pannenkoek opwarmen in de pan. Want dan wordt die dus echt heel erg lekker. Veel lekkerder dan wanneer je hem in de oven doet. Dus dat heb ik gehaald voor vandaag. En morgen voor stage heb ik deze fruitbakjes gehaald. Er zit een ananas, appel, mango en druif in. Het waren nu 2 voor 3 euro. Dus ik heb er voor stage morgen 2 meegehaald. Alleen moet ik morgenochtend nog even vers brood halen. Want kijk even hoe bizar weinig wij in de koelkast hebben liggen. Dit is echt nooit. Maar thanks pap dat je een lege koelkast voor me achterlaat. Maar ik ga nu eventjes lekker. Ik heb een heel plekje gemaakt. Ik ga eventjes lekker zitten. Pannenkoekjes maken. Goede tijden van heel de week terugkijken. Want ik heb het deze week best wel druk gehad of zo. Ik weet niet. In ieder geval te druk om goede tijden te kijken. En ik heb het nooit te druk om goede tijden te kijken. Dus volgens mij heb ik echt iets van 6 of 7 afleveringen wat ik kan terugkijken. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ga niet met Keir naar de ijshockey. Want ik vind het wel heel gezellig om Keir weer te zien. Maar ik heb echt niks met de ijshockey. En morgen heb ik ook een lange dag. En zondag moet ik ook werken. En maandag is het gewoon weer school. Dus ik dacht, ik ga deze avond gewoon lekker uitrusten. Dus ja. Ik ga even lekker mijn pannenkoekjes maken. En het licht is echt heel erg geel. Maar dat komt door de afzuigkap. Miel komt zo meteen wel volgens mij van krat bier halen. Want er staat hier nog van ons Halloween feestje een krat bier 2 en een fles Bacardi. En hij gaat volgens mij uit met vrienden. Dus ik denk dat hij die even komt halen. Dus dan zie ik Miel ook eventjes gezellig. Maar ik ga nu eventjes vreten. Want ik heb echt heel veel honger. Ik heb gegeten. Ik ga nu even lekker een maskertje opdoen. Het Clay & Glow masker. Die ga ik even lekker op mijn gezicht smeren. Ga ik het even in laten trekken. Ondertussen even een videootje kijken. En dan lekker douchen en die nieuwe shampoo uitproberen. Ik hoop echt. Jezus, wat allemaal niet erop. Ik hoop echt dat hij werkt en dat hij mijn haar wat minder. Ja, in het echt vind ik het sowieso al wel minder geel dan op de camera. Op de camera is het wel echt extreem. In het echt valt het. Ik begin het wel steeds mooier te vinden. Alleen hier bovenaan. Wacht, ik ga even bij mijn ringlamp staan. Misschien dat je het beter ziet dan. Maar zeg maar hierbovenop. Ik vind gewoon dat het te veel blond is. Maar hierbovenop vind ik het ook een beetje een soort van oranje of zo. Ik weet echt niet of jullie dat ook zien. Maar de rest vind ik nu op zich wel oké. Kijk, dit vind ik nu wel mooi qua kleur op zich. Maar het is gewoon te ver naar boven. Het had gewoon aan de bovenkant wat donkerder moeten zijn. Want het maakt me heel... Ik weet niet, zoals ik vandaag genoemd werd, pols. Niks dat er mis is met een pols iemand of zo, hoor. Dat bedoel ik echt niet. Maar iemand zei vandaag, ja, ik snap wat je bedoelt. Je lijkt een beetje pols. Dus, ja. Dus dat ga ik even doen. Maskertje op mijn gezicht doen. Even mijn trui uittrekken eerst, want anders krijg ik nooit deze trui schoon uit. En dan even lekker mijn haar wassen. Soms kan ik er zo zin in hebben om gewoon even lekker mijn haar te wassen. Misschien ook vanavond ook wel een stukje van de weekvlog gaan werken. Omdat ik morgen... eigenlijk amper tijd heb en zondag ook niet. Dus vandaar. Dus ik denk dat ik die zo meteen ook vast een beetje ga bewerken. Maar ik ga eerst even lekker filmpjes kijken. Het masker zit er lekker op. Die laat nu even drogen. Helemaal totdat hij gewoon helemaal is opgedroogd. Ga ik hem eraf halen en dan ga ik lekker douchen. Zo moet ik ook lekker mijn wenkbrauw verven. Helemaal zin in. Het is zaterdagavond. Ik ben echt helemaal kapot. Ik heb vandaag heel dag stage gelopen van 9:30 tot 18:00. Het was echt super gezellig. Ik was met Sam, Stacy, Marten, Fleur en Samantha en andere Fleur. Het was echt heel gezellig. Echt een leuke dag. Ging echt heel snel voorbij. Nu ga ik bij Miu slapen. Ik heb gisteren niet meer het eindresultaat van mijn haar laten zien. Maar ik heb het ietsjes te kort laten intrekken. Dus ik ga het morgen na werk nog een keertje doen. Ik ga nu naar Miu toe. Dan ga ik daar slapen. En morgenochtend ga ik eerst nog langs huis. Want ik moet morgen werken van 11:30 tot 3:15. Dus ga ik eerst nog eventjes langs huis om mijn zwemspullen te halen. En dan ga ik nu lekker naar Miu toe. Sorry, ik heb vandaag echt... heel weinig gefilmd. Maar ik was gewoon heel dag op stage. En vanmorgen snel haasten. Want ik moest al om 9:50 of zo bij Sam zijn. Want ik had beloofd Sam op te halen. Want die woont hierachter. Dus ja. Ik weet trouwens niet of je het kan zien. Maar op zich heeft die zilver shampoo wel wat gedaan. Alleen ik heb hem gewoon niet lang genoeg in laten trekken. Want Roman zei van je moet echt niet te lang doen. Anders wordt het paars.
Dus ik durfde het niet, maar ik had hem wel wat langer kunnen laten zitten. Maar het is wel al ietsjes beter voor mijn gevoel. Ik ga lekker naar Miu toe. Lekker rustig avondje, want ik ben echt kapot. En dan morgen lekker werken. Het is zondag vandaag en ik moet vandaag werken van 11:30 tot 11:45. Het is nu 10:50, dus ik moet eigenlijk al richting werk. Het lijkt alsof ik deze trui echt heel vaak adem, maar ik heb hem iedere keer zeg maar aan als verwarming, zeg maar. Ik heb hem nu aan over mijn badpak en dan doe ik hem over een kwartiertje op werk weer uit. Gisteren had ik hem aan op, zeg maar, op de scooter naar stage toe, want daar heb ik gewoon een praktijkjasje aan. En afgelopen vrijdag had ik hem ook aan over mijn praktijkjasje, want ja, op stage moet ik dit gewoon uit. Dus nee, ik heb niet 3 dagen dezelfde trui aan. Oké, ik heb hem wel 3 dagen aan, maar 3 dagen in totaal 2 uurtjes op een dag of zo, dus... Ja. Als ik klaar ben met werk, ga ik eventjes mijn spullen hier pakken. En dan ga ik vanavond bij mijn moeder slapen. En ik ga ook eventjes foto's maken van mijn winterjas. Want ik wil dus heel erg mijn winterjas verkopen. Mijn Parajumper Longbeer in een XS. Ik heb hem vorig jaar in september gekocht. Ik zal even een linkje in de beschrijving zetten van waar je kunt zien dat ik die jas ging unboxen en zo. Maar ik denk dat ik hem dus wil gaan verkopen. Dus ik ga straks eventjes met mijn moeder foto's maken voor op Marktplaats. En dan ga ik hem er denk ik op zetten. Als ik hem erop heb gezet, wil ik ook wel eventjes een linkje van de advertentie in de beschrijving zetten. Ja, dat als jullie eventueel interesse hebben, dat jullie ook eventjes kunnen kijken. Maar ik zal hem straks in de vlog ook wel eventjes uitgebreid laten zien. Je ziet dan altijd in een vlog toch net even alles wat beter dan op een foto. Dus dat ga ik doen. Ik ben klaar met werk en ik ben bij mijn moeder thuis. En ik had jullie natuurlijk nog beloofd om eventjes mijn winterjas te laten zien die ik ga verkopen. Doordat het al donker is buiten is de belichting een beetje vervelend omdat ik hier een gele lamp heb. Maar als je nou wat meer ervan wil zien moet je eventjes op mijn Marktplaats account kijken. Maar wat er allemaal bij zit is gewoon een capuchon met het bont erin en zo. Een bijbehorende hanger. Het is trouwens een maatje XS. Ik heb hem vorig jaar gekocht bij JHP Fashion. Ik zal eventjes een linkje in de beschrijving zetten van de video waarin ik hem zeg maar unboxed heb. Het is in een groene kleur. Je ziet de kleur nu niet echt heel erg goed, maar dat komt gewoon door het licht. Voordat iemand hem koopt, zal ik hem ook nog eventjes een keertje naar de stomerij brengen, zodat hij extra schoon is. Nou, hier heb je het logootje. En als je nou meer interesse hebt, moet je gewoon eventjes de Marktplaats advertentie kijken, want daar staat echt alle informatie over de jas. Ook, ja, alle dingen die er nog bij zitten. Kaartjes, extra knopen en zo. Maar ik dacht, ik laat hem ook gewoon eventjes zo zien. Dus voordat hij wordt opgehaald door iemand zal ik hem ook nog eventjes een keertje naar de stomerij brengen. Als soort service zeg maar. Dus die. Dus heb je hier nou interesse in? Stuur eventjes een bericht via Marktplaats.